of niet, natuurlijk streef je als familiebedrijf naar continuïteit en naar behoud van zelfstandigheid. En de vraag die je daarbij altijd blijft stellen is, ben ik nog wel de juiste familie of de juiste persoon om het bedrijf te leiden? Soms is het misschien beter om het bedrijf te verkopen of deels te verkopen en te gaan samenwerken met een partner. Wat voor overwegingen spelen daarbij nou een rol? Hoe maak je ook zo'n belangrijke en grote beslissing? Hoeveel tijd neemt dat in beslag? En welk besluitvormingsproces kun je daarin volgen? Adviseurs Ruud Loos en Caroline Jansen, die nemen u mee in deze masterclass met deze vragen centraal. Ondernemer Rob Wijnen schuift aan om te vertellen waarom hij zijn bedrijf AllRent wilde verkopen. Hoe lang dat ook heeft geduurd, dat besluitvormingsproces, en hoe hij dit heeft ervaren. En tenslotte krijgt u ook nog inzicht in het gehele proces van een gedeeltelijke of complete verkoop. Welkom bij de masterclass, een deel van je bedrijf of je bedrijf verkopen. Je familiebedrijf natuurlijk, hè. Ik ben Femke Wolthuis, ik ben uw presentator van vandaag. U mag meedoen via de chat. Stelt u vooral uw vragen aan een van onze adviseurs of aan Rob Wijnen. Alle vragen zijn welkom en we zullen ze ook zoveel mogelijk hier in dit uur gaan behandelen. En vragen die niet behandeld worden, die worden achteraf nog beantwoord. Deze hele uitzending kunt u ook nog terugzien. Dat kan allemaal via bdo.nl. U kunt ook nog meedoen via de polls, want we hebben vandaag een aantal vragen ook aan u, waarvan we graag zouden willen dat die beantwoord worden. Dat kunt u doen via SendSteps. Daarvoor kunt u inloggen via bdopoll.nl. Handig als u dat via een tweede device doet, dus via uw tablet of via uw telefoon. En dan kunt u inloggen met BDO Live of via die prachtige QR-code die u ziet. Ik moet dan bij zo'n QR-code ineens ontzettend denken aan de coronapas, maar tegenwoordig, we hebben hem natuurlijk ook voor dit soort dingen. Doet u dat vooral, en nou, doet u dat nu, want dan kunnen we meteen naar de eerste poll gaan, eens kijken of het ook allemaal werkt. Laten we eens zien wat we daarvoor hebben. Ik overweeg om binnen 3 jaar mijn familiebedrijf te verkopen. Bent u het daarmee eens of oneens? Oftewel, bent u inderdaad van plan om binnenkort uw familiebedrijf te verkopen, gedeeltelijk of misschien wel in zijn geheel? De poll is open, u kunt daarop stemmen. Het duurt altijd even voordat dat hier in de studio binnen is en dan weer terug is bij u. Dat heeft allemaal natuurlijk te maken met de snelheid van het internet. En daarom gaan we eerst ook even gewoon door hier in het programma met Ruud Loos. Ruud, van harte welkom. Ja, al sinds 2015 senior familiebedrijvenadviseur bij BDO. Dus ja, je helpt bij het maken van die toekomstplannen, bij het in beeld brengen van wat er nodig is om een familiebedrijf te verkopen. Gedachten vormen rondom eigendom, leiding, het hele besluitvormingsproces. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de aansturing van de adviesgroep familiebedrijven. En speciale interesse in de opvolging via Next Gen programma's. Als jij kijkt naar deze poll, hè, laten we zien of er al wat antwoorden zijn. Misschien kunnen we hem even kijken. Er wordt al druk gestemd. En daar zien we het. 60% van de mensen die nu kijken en deelnemen gaat niet verkopen. 40% wel. Wat maak jij daaruit op? Nou, dat is denk ik wel redelijk conform verwachting. Als je even denkt aan een ondernemersleven, hoe lang ben je eigenaar van een bedrijf? Ik denk gemiddeld 30 jaar ongeveer. Ik heb laatst in cijfers gezien dat als je een periode van 10 jaar pakt, dat wel 3/4 van de ondernemers van plan is om te verkopen. Dat kan ook binnen de familie zijn, hè? Of extern. Dat is nog nooit zo hoog geweest, eerlijk gezegd. Dus ik denk dat dit ook best wel eens wat hoger ligt nu dan een poos geleden misschien. Waar komt dat door? Nou, ik denk dat het ook niet los te zien valt van ook de coronacrisis. En ook wel dat er toch een fase was van reflectie voor ondernemers. Hè. Sommigen zijn best wel geconfronteerd ook met de kwetsbaarheid van hun onderneming. Mm-hmm. Misschien wel ook wel hè, van zichzelf. Het kan ook met de eigen gezondheid, dat kan ook een trigger zijn. Maar dat het een moment is waarop je nadenkt over wil ik dat nog verder doen? Want de status quo is even weg. Het is even allemaal anders geweest. En hoe gaan we nu verder?
Dus dat moment van bezinning is denk ik belangrijk. Er is ook best wel veel geld in de markt. Er wordt gerendeerd. De verdiensten zijn goed. Maar er is ook veel geld. Er zijn veel potentiële kopers. En hoe vaak je ook niet ondernemers spreekt die zeggen, ik word elke dag wel gebeld. Ik word elke week wel gebeld. Ja, dat valt mij op dat dat veel meer is dan in het verleden. En als je die twee op elkaar legt, dan denk ik dat het thema verkoop, dat wel meer interesse heeft dan een aantal jaar geleden. Dan misschien wel voor de coronacrisis. Ja. Maar goed, dat is dus aan de ene kant de noodzaak om te verkopen, omdat je denkt, ben ik nog wel de juiste persoon of de juiste familie om het bedrijf te leiden? Aan de andere kant ook de kansen die het biedt. Wat voor overwegingen zijn er verder nog? Ja, dat is voor elke ondernemer wel anders, eerlijk gezegd. Het kan ook gaan over financiële planningen. Iemand die weinig pensioen heeft gespaard, die eigenlijk de verkoop van zijn bedrijf nodig heeft om zijn oude dag ook, zijn of haar oude dag, veilig te stellen. Dat kan een overweging zijn. Het gebrek aan opvolging, gebrek aan interesse bij familieleden of misschien wel management die niet in staat zijn of niet de ambities hebben om op te volgen, kan een rol spelen. Maar dat kan ook strategisch zijn. Ik kom ook ondernemers tegen die in branches zitten waar schaalvergroting bijna een must is om mee te kunnen blijven doen in de branche. Omdat je je kosten moet beheersen. Omdat je een grote speler moet zijn, inkoopkracht moet pakken om ook te kunnen concurreren, zeg maar. Dus het kan ook strategisch zijn. Ja, en tenslotte misschien ook wel persoonlijk voor de ondernemer. Hè? Van wat wil ik in het leven? Wil ik nog steeds 24/7 aan die kar trekken? Of zie ik voor mezelf een andere invulling? Rob, dat zijn ook bij jou volgens mij. We komen zo bij Rob. Ik wil nog even bij jou blijven, want die overwegingen die spelen een rol. Maar we hebben het hier natuurlijk over familiebedrijven. Wat is nou specifiek voor een familiebedrijf in dat proces? Ja, bij familiebedrijven speelt denk ik toch de factor emotie wel een grotere rol. En in de beslissing om te verkopen. Dan kom je soms. Kom je ook al op de traditie, hè? Dus dit bedrijf is al generaties lang in de familie. De drempel om het dan te verkopen als nieuwe generatie bijvoorbeeld, die is denk ik alleen maar hoger. Omdat je eigenlijk die hele geschiedenis ook met je meeneemt. En soms zie je ook wel dat daar voorgangers ook gewoon nog over mee beslissen bijna. Het is eigenlijk alsof je de familiejuwelen verkoopt. Of het familiehuis wat al eeuwenlang in de familie is. Dat is niet niks. Dat is wat anders dan voor een eerste generatie ondernemer die historie wat minder heeft. Dus hoe langer dat bedrijf in de familie is, hoe groter de drempel eigenlijk is. En waar je ook wel mee te maken hebt, is ook wel wat dat betreft, als je naar opvolgers kijkt, ook wel de loyaliteit. Ook wel die familieleden ook richting elkaar hebben. Dus als kind van een ondernemer word je daarmee opgevoed. Hè? Dat bedrijf dat was er al toen je jong was. Ja. En daar heb je niet voor gekozen. Nee. Maar als dan je de vraag krijgt, je bent 25 jaar, je bent 28 jaar, van wil je dat dan voortzetten? Nou, dan gaat het om je eigen overweging. Maar ik weet ook zeker dat ook die loyaliteit dan ook een rol speelt. En dat ook daar de enige druk wel eens wordt ervaren. En als dan de communicatie toch minder is, of de openheid en de eerlijkheid wat ontbreekt, ja, dan kan je ook krijgen dat mensen keuzes gaan maken waar ze eigenlijk niet achter staan. Zullen we eens kijken hoe dat bij u ligt? We kunnen even kijken naar de volgende stelling, de volgende poll. Als familie in het familiebedrijf hebben we reeds openlijk gesproken over mogelijke verkoop. Ik ben heel benieuwd hoe dat bij u zit. Want je zegt eigenlijk van, hey, je hebt het over die communicatie. Je moet het natuurlijk ook op enig moment met de familie gaan bespreken. Ja, absoluut. Ik denk ook dat voor ondernemers zonder familie die in het bedrijf werken, dat echt een tip is. Want ik ken ook die voorbeelden waarbij er vanuit werd gegaan van, nou, die zullen geen interesse hebben of die zijn nog te jong. Een voorbeeld staat me bij dat er een groep kinderen zelfs in opstand zijn gekomen. Vader en zijn broer die hadden besloten om te verkopen. Die hadden bijna al een deal met een potentiële koper en die gingen dat toen melden aan de familie. En er was een groep van 6 tot 8 kinderen, nog tieners. En die waren echt letterlijk in opstand gekomen. Die zagen dat als hun toekomst. Dus het waren eigenlijk vanuit het gegaan van, nou, dat speelt geen rol. Was dat wel degelijk zo? Het hele plan is daar ook anders geworden. Maar zelfs als ze al wat ouder zijn, ze hebben een hele andere carrière, denk ik dat het ook voor
de harmonie in de familie gewoon goed is om toch nog die vraag te stellen. Want wie weet zit er iemand met een onvervulde ambitie of iets wat iemand nog nooit uit heeft gesproken. Ja. Ja. Besteed daar ook aandacht aan. We zien dat 60% ook inderdaad daar aandacht aan besteedt. 60% van de 60% die we in de eerdere poll waarschijnlijk al hebben gezien. Dankjewel Ruud voor dit. Ik wil nog even kort met jou bespreken de context van de masterclasses. We hebben natuurlijk hier deze masterclasses. We zitten al in de derde. Er komt op 16 december komt er nog eentje. Die gaat onder meer over het familiestatuut. De aanleiding daarvoor. Ja, jaarlijks doen wij als BDO laten wij onderzoek doen door de Erasmus Universiteit. En dat doen we al sinds 2016. Komt elke keer ook een jaarthema uit. Dit keer gekozen over familiestrategie, eigendomsstrategie. En wat we hebben gedaan is daar eerst een soort algemene event over gehouden. Maar ook, we hebben ook wat de vraag gekregen afgelopen jaar van hoe werkt dat dan precies? Hè? BDO, wat kun je daarin doen? En hoe werkt bijvoorbeeld het voortzetten binnen de familie? Het verkopen of die communicatie? Hoe kan je dat nu doen? En daar hebben we voor gekozen om dat wat uit te diepen in een serie aparte webinars. Die telkens verschillende onderdelen van dat onderzoek ook belicht. Ja, en dat onderzoek dat is onder meer te zien in dit boek. Hè? Cruciale keuzes, daar staan allemaal interviews in met familiebedrijven. En daarin kun je dus lezen wat de nieuwe perspectieven zijn, familiebedrijven. Dus over de eigendoms- en eigenaarsstrategie. Is te verkrijgen via BDO als u daarin geïnteresseerd bent. Ik zou het zeker doen, mooie verhalen, inspirerende verhalen. Rob Wijnen, hij is founder van de Rental Group BV. En hij gaat al rechtop zitten naast mij. Welkom Rob. Dank je. Zullen we eerst eens even kijken naar All Rent, wat dat voor een bedrijf is? Ja, kunnen we doen. Dat kunnen we met beelden doen. En Rob, wat zien wij hier? Eigenlijk de doelgroep, beurzen, congressen, maar ook projectmatig opleidingen, trainingen. Daar verzorgen wij automatisering. Maar ook presentatiemiddelen, zoals hier een LED-wall, een video-wall, tegenwoordig is het LED-wall, waarbij we eigenlijk bovenop de apparatuur full service dienstverlening geven om de klant daarbij te ontzorgen. Dat wordt begeleid door verkoop-binnendienst, ook technici. We doen dat bij voorkeur met een glimlach. Waarom? We zijn dienstverlenend, als zodanig ook klantgericht bezig. En we stellen erin de klant centraal. En om die klant centraal te stellen, zul je de nadruk moeten leggen op je eigen mensen. Want dat zijn toch je ambassadeurs richting die klant. En als zodanig hebben we daar vooral veel in geïnvesteerd. Ik zie ook alleen maar gelukkige gezichten. Ja, dank je. Ja. Kunnen we nog eventjes verder kijken naar het filmpje? Want we zien nog even in het filmpje... Oh, dan beginnen we weer helemaal opnieuw. Ja. Wellicht... Want jullie werken ook internationaal. Ja, vanuit Nederland en België, vanuit een drietal bedrijven. Bedienen we met name heel Noordwest-Europa, Zuid-Europa, Barcelona, Madrid. Daar gebeurt natuurlijk ook een hoop. Het zijn bij voorkeur congressen en beurssteden. Ja. En we gaan hier de plas ook over. Steden staan. Dus het heeft een sterk internationaal karakter. En we zijn nog niet klaar met uitbreiden. Nou, heb ik jou geïntroduceerd. Ik mag je en jij zeggen. Ja, natuurlijk. Ik heb jou geïntroduceerd als founder. Want je hebt je bedrijf inmiddels voor een deel verkocht. Correct. Ja. Ja. In 2015 ben je er al mee begonnen? Ja. Wellicht handig om ook te zeggen dat ik al een jaar of 30 klant ben bij BDO. In dat proces word ik eigenlijk van A tot Z begeleid. Daar werd ik eigenlijk ook gewezen op deze mogelijkheid. Nou, dat heeft dan even een incubatietijd nodig om vervolgens me verder te laten informeren. Van, wat behelst dat proces? Hè? Waar gaan we heen? Voordat we daar komen... BDO wees jou op de mogelijkheid om te verkopen. Had jij daar zelf nog niet aan? Ja, natuurlijk wel. Als ondernemer hou je altijd alle opties open. Hè? Wat dat betreft is het bijna een politieke baan waar we aan voldoen. En daar is natuurlijk ook de waardebepaling van je bedrijf speelt mee. Dat kun je doen heel droog op basis van de bestaande cijfers. Maar dan nog weet je niet welke multiple daarvan op toepast. Sterker nog, ik wist niet eens dat de multiple op willekeurig welke factor mee zou spelen. En in de vraag-antwoord gesprekken met mijn fiscalist en mijn accountant werd ik gewezen op deze afdeling, Mergers and Acquisitions. En in de persoon van Luc Augustijn en Caroline Jansen zijn daar gesprekken gevolgd. Ik heb dat eerst eens afgehouden. Ik wilde dat toch eens even verwerken.
En uiteindelijk is dat proces tot wasdom gekomen en hebben we stap voor stap de gang richting een verkoop gezet. Ja, Ruud, hoe gaat dan zo'n proces? Hoe zetten jullie dat in? Nou, ik denk dat Caroline overigens, die de begeleiding heeft gedaan, later ook dat nog uit kan diepen. Wat volgens mij heel belangrijk is om ook echt bij de persoon van de ondernemer dan te beginnen. Want je hebt een zaak, maar je hebt ook in je leven heb je ambities en dingen die je drijven en dingen waar je tegenaan loopt en dergelijke. Dus volgens mij is het belangrijk om juist aan te sluiten bij wat wil je. En ik heb ook begrepen dat die gesprekken ook daarover zijn gegaan. Niet alleen over bedrijf, maar ook over wat je zelf... Wil je een tandje terug? Misschien wil je je risico's spreiden en dergelijke. Dus volgens mij is het belangrijk om juist bij die ondernemer te beginnen. En ja, als je dan een bedrijf bijvoorbeeld hebt met meerdere aandeelhouders, drie broers bijvoorbeeld, dan heb je het ook over de individuele perspectieven van die drie verschillende broers. Dus dan begint het ook individueel, maar dan moet je het ook bij elkaar gaan brengen. En als er dan mensen verschillende dingen willen, kan dat best heel lastig zijn, maar is dat des te belangrijker om dat te gaan bespreken met elkaar. Dus individueel, als je dat samen doet, ook als groep vervolgens, het gesprek voeren. Ja. En dat is gewoon goed om dat eens in de zoveel tijd te doen. Ja. Hier was het één op één. Maar ook als je met drie broers dat bijvoorbeeld doet, zet het af en toe op de agenda. Ja. Er komt een vraag binnen via de chat voor jou, Rob. Ben je het bedrijf gestart met de intentie om te verkopen? Je hebt het uit een faillissement gekocht op een gegeven moment. Ja. Maar heb je dat ook gedaan? Zo van, nou, ik verkoop het gewoon lekker niet door. Het leven hangt aan een van toevalligheden, denk ik wel eens. In de jaren 90 kocht ik toen nog met een partner regelmatig faillissementen op. Niet zelden om te ontmantelen en door te verkopen. Maar het komt er ook wel voor dat we meenden een pareltje te hebben waarin we dan toch weer hernieuwd leven inbliezen. En dit pareltje, dat verraste mij vanwege de aard van de business. Verhuur van automatisering is toch een vorm van verkoop, maar de spulletjes blijven van jezelf. Ik denk dat daar moet toch wat mee te doen zijn. En uiteindelijk hebben we door de jaren heen focus gehad op het verbreden, uitdiepen en professionaliseren van dit concept. Dus je bent niet begonnen met de intentie om te verkopen? Nee, het is me overkomen om hier energie in te stoppen. Het bedrijf sprong in 1996 in mijn handen. Tot en met 2007 nog van alles gedaan. En vanaf dat moment besloten om de focus te leggen op dit bedrijf. En vanaf dat moment is het ook snel gegaan en gegroeid. En in dat proces van groei sta je niet stil bij verkoop. Dan ben je bezig met wat ik ooit eens mijn kind genoemd heb. Waarvan mijn kinderen kwaad werden van paps, als je ons gaat vergelijken met je bedrijf, dan is de boot aan. Dus vanaf dat moment ben ik eigenlijk ook wat nuchterder gaan kijken naar het bedrijf. Als zijnde iets waar we heel veel plezier aan beleven. Maar ook een noodzaak van inkomsten. Het is natuurlijk, laten we dat niet vergeten, een bron van inkomsten. En als zodanig ga je toch ook weer naar die waardering kijken, zoals ik zojuist al meldde. En dan komt van het een wellicht ook het ander. Ja, hoe gaat zo'n besluitvormingsproces? Ja, ik denk dat Rob dat heel goed schetst. Dat groeit, hè? Daar praat je over. Dat gaat dus over persoonlijk, het gaat over financiële kanten. Maar dat gaat ook over de leiding en de strategie. Kan het bedrijf nog zelf uit de voeten? Zijn er geschikte leiders ook die dat voort willen zetten, zeg maar, in de familie, in het MT of misschien daarbuiten ook en dergelijke? En dat uiteindelijk is het ook, net als dat je met het bedrijf een strategie bepaalt, hè, met welke producten, welke markten, is dit ook een vorm van strategie, strategische planning eigenlijk? Ga je nadenken over zelfstandig bestaansrecht of heeft dat een partner nodig? Zo ja, wat voor een partner? En wat past ook bij je? Bij jou als persoon, bij het bedrijf, bij de mensen en dergelijke? Wat zijn er partijen die je waarde delen bijvoorbeeld? Ja, nou, dat zijn allemaal factoren die daarbij een rol spelen. Maar dat gaat niet via een script van tevoren. Hè? In het proces gebeuren daar zaken die je aan het denken zetten. Het vraag-antwoordgesprek stuurt je wel weer een kant op. Maar je hebt ook de vrijheid om toch een ander proces ook weer aandacht te geven. En dan is het onvermijdelijk dat je daar vanaf het moment dat je een overweging gaat nemen om dat te onderzoeken tot het moment dat je daadwerkelijk tot een deal komt. Ja, tussen de 2 en 5 jaar kun je daarmee bezig zijn. En dat heeft te maken ook met hoe geef ik daar invulling aan? Ja, want uiteindelijk even voor ons beeld. In 2019 is het bedrijf uiteindelijk verkocht. Ja. Ja. En je bent wel aandeelhouder gebleven. Ja, dat was in eerste instantie niet mijn plan. Het heeft te maken denk ik ook wel met het feit dat je als ondernemer wil je zelfstandig kunnen handelen en als minderheidsaandeelhouder heeft dat toch een gevoel van ik ben een loondienst.
Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar uiteindelijk wil je toch betrokken blijven bij datgene wat je opgebouwd hebt. Je zult je ook in die rol gaan schikken. Dat is een automatisch proces. Soms duurt dat wat langer, soms gaat het wat eenvoudiger. Maar het is ook de kennis die je zelf hebt opgebouwd. De mores van het bedrijf, maar ook de kennis van de markt. Dat wil de koper graag meenemen. En die zit over het algemeen wel bij de directeur-eigenaar of bij de DGA's. En dat heeft waarde. Ja. Ik zie trouwens best een parallel in jouw verhaal ook met overdracht binnen de familie. Bij jou was dat dan niet zo. Maar als het gaat om het overdragen aan kinderen bijvoorbeeld. En je had het net over in loondienst zijn of niet meer de leiding, maar ondersteunen. Ergens is dat ook een rolverandering die je bij overdracht in de familie zit. Ja, wel degelijk, denk ik. Dus dat vergist de DGA zich ook nog wel eens in. Dat ze denken van, nou, ik ga op de oude route verder. Maar dat is een essentieel andere rol. Dan heb je het over een andere ondernemer en het ondersteunen daarvan. Ja, mee eens. Kan niet anders dan onderstrepen. Ja, oké. Mooi. Wat is voor jou de belangrijkste vraag die je aan Rob zou willen stellen in zaken dit proces? Je hebt die keuze gemaakt. Ik had het net even over een strategie. Maar je hebt ook aangegeven, uiteindelijk ben je ergens anders uitgekomen. Dus het is ook wel ergens een proces waarbij je op onderzoek gaat, dingen tegenkomt en ermee dealt. Ja. Het is misschien ook wel een leerproces wat dat betreft, maar hoe heb jij dat leerproces, dat onderzoeksproces ingericht voor jezelf? Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik denk dat, in ieder geval laat ik voor mezelf spreken, ik als ondernemer wil alles begrijpen. Nieuwe markten, klanten, nieuwe apparatuur. Nieuwe werknemers, ik wil dat snappen en dus maak je daar studie van. En het proces van afscheid nemen van je bedrijf of richting het afscheid nemen van je bedrijf, geheel of partieel, dat is iets nieuws. Ook daar heb ik me willen verdiepen in dat proces en om te begrijpen van waar ga ik nou heen met BDO als we dat pad gaan volgen. En dus heb ik een bevriend iemand ook op de hoogte van de verkoopprocessen in de arm genomen. Daar zijn een aantal gesprekken geweest, dat triggerde mij wel. En het is onvermijdelijk dat als je het proces ingaat, dat je gesprekken gaat voeren met potentiële kandidaten. Nou, dat heb ik ook ingevuld, alvorens ik tegen BDO definitief zei, oké, let's go. En dat heeft mij geholpen in die uiteindelijke gesprekken. En wat ik toen niet wist, maar inmiddels wel begrijp, is dat die gesprekken, die heb ik op eigen titel gedaan. Maar BDO voorziet daar ook in. En had ik dat maar geweten, dan was ik een stuk goedkoper uit geweest wellicht. Maar desalniettemin, het gaat om die kennis. Ja, het begrijpen van het proces maakt ook dat het proces soepeler verloopt. En worden de communicatielijnen eigenlijk veel completer, veel duidelijker. Ja, maar die kennis die kan dus ook verlopen via BDO. Ja. Wat doe je dan? Ja, het is eigenlijk gewoon een hele nieuwe ervaring. Hè? Dit doe je één keer in je leven, een bedrijf verkopen. Tenminste, de meeste mensen, de meeste ondernemers. Dus vind ik mooi Rob dat benaderen, dat hij eigenlijk zegt, je moet ervoor trainen. En dat heeft hij dan met een andere partner gedaan. Wat wij eigenlijk ook doen, is dat we ook gewoon gesprekken daarin oefenen ook. He, dus dan kun je zelfs met rollen spelen, kun je daar ook gewoon verplaatsen in. Wat voor vragen krijg je nu? Heb je daar ook een antwoord op? Ergens is het ook een beetje een zakelijke flirt natuurlijk ook. Even daarop inhaken. Het is ook een avontuur dan. Nou, het avontuur. Die eerste 6 gesprekken die ik voor het proces met BDO uitgevoerd heb. Met echt geïnteresseerde partijen ook. Hè. We hebben een informatiememorandum in elkaar gedraaid. We hebben cijfers gepresenteerd. Het was geen toneelstukje. Nee, het was echt gewoon the real thing. Ja. Nou, het eerste gesprek was uitermate slecht. We hebben dat ook geëvalueerd. Ik heb daar op mijn falie gekregen van, ja, dit doe je niet goed, dat moet anders. Mooi gespiegeld eigenlijk. Het tweede gesprek ging iets beter, maar daar waren we er nog lang niet. Het derde gesprek voelde ik me toch al een hele peer. Nou, dat werd in de evaluatie werd ik toch wel weer afgebrand. Uiteindelijk heeft het geleid tot het 6e gesprek waar zowaar een bod uitgekomen is. Dat heb ik natuurlijk afgewezen in de veronderstelling dat met de professionele begeleiding van een partij die dat kan, in dit geval BDO, moet er meer uit te halen zijn. En dat heeft zeker een additioneel 40-50% extra opgeleverd. Ja. Dat is natuurlijk mooi voor jou. Even een gewetensvraag hoor, maar hoe stonden die andere bedrijven er tegenover dat jij ze als proeftuin... Ik zal je vertellen, we hebben dat zo professioneel aangepakt dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds gedag zeggen en spijt hebben dat ze geen zaak hebben kunnen doen. Nee, als u nu kijkt, u weet het niet. Nee, dus alle gekheid, uiteindelijk moet je open kaart spelen. Het heeft geen zin. Dat is ook denk ik de kracht van een goed ondernemer. Blijf altijd helder en duidelijk. En het is genoegzaam bekend, maar op voorhand hebben we wel het spel serieus genomen. En ik moet daaraan toevoegen, had daar een bod uitgekomen
waar ik vrede mee had gehad, dan was wellicht het proces met BDO niet in gang gezet. Dan had ik ook nooit geweten dat ik dankzij BDO wellicht 40-50% meer opbrengst voor de verkoop van mijn bedrijf had kunnen krijgen. Dus in dat licht bezien is het goed om je, hoe dan ook, professioneel te laten begeleiden. En dat kan ik niet genoeg benadrukken. In dit proces waar ik nu in zit, zijn we ook bezig nog middels acquisities om te groeien. Ik ben nog 35% mede-eigenaar. Nou, gelukkiger kun je me niet maken. Waarom? Nog steeds betrokken bij het bedrijf. Het internationale karakter bouwen we uit door overnames te doen. En ieder gesprek begint praktisch naar de tegenpartij, wederpartij, overnamepartij. Neem een professional in de arm en laat je begeleiden in dit proces. We zijn niet uit om een vogelnestje uit te halen. We zijn erop uit om een clean deal te doen. En we voorkomen daarmee dat die eigenaar uiteindelijk rekt en strekt, omdat hij twijfelt richting de waarde van zijn bedrijf. En alleen professionals kunnen dat beoordelen. Maar wat ik mooi vind aan jou, is dat je je ook niet afhankelijk opstelt van professionals. Jij zegt, ik wil dat begrijpen, ik wil dat doorvoelen, doordenken. Wat gebeurt er met mijn rol? Hoe werkt zo'n proces en dergelijke? Je moet de eerste ondernemer nog tegenkomen die zich wel afhankelijk opstelt. Hè? Een ondernemer heeft van nature een verhoogde mate van onafhankelijkheid in zich. Maar het risico in zo'n nieuw proces is denk ik wel dat je ook je lot in de handen van anderen legt. En daarin heb je een hele mooie balans gevonden, denk ik. Tussen ook je eigen initiatief erin pakken en op een originele manier eigenlijk ook het proces inrichten. Ja. En ook kennis en ervaring van anderen. Nou, het is in het begin wel aftasten geweest ook. Hè. Ik kan BDO mee met de ideeën die ik heb? Nou, dat was in eerste instantie was dat niet per se het verhaal. Ik was ervan overtuigd, ik verkoop een klap erop en ik ga fietsen verhuren. Mm-hmm. Of wat anders doen. Uiteindelijk in de gesprekken, waar, nou, er zijn er wel 3-4 geweest, waar men mij heeft overtuigd van, joh, het is toch wel beter om aan te blijven. Want je hebt waarde. Voor een koper heb je kennis van het bedrijf, van de markt. Dat willen ze wel graag meenemen. Ja. En daar heb ik heel lang over na moeten denken. Had ik die gesprekken niet gehad, dan had ik wellicht verkocht. Maar ook daarvoor geldt dat de waarde die je als DGA, als ondernemer meeneemt in dat proces, vertaalt zich ook weer in extra waarde voor je bedrijf. Ja. Nou, dan krijg ik ook wel de indruk dat het feit dat je in het bedrijf kunt blijven, dat je daar blij mee bent. Komt een vraag binnen via de chat. Heb je ooit spijt gehad dat je het verkocht hebt? Spijt is natuurlijk een emotie. Daar hebben veel ondernemers gebrek aan die emotie. Je neemt een beslissing. En daar sta je achter. En de kracht van goed leiderschap is niet zozeer de keuze die je maakt, maar maak een keuze. He, beslis. En dan weet je ook dat de keuze die je maakt is de enige goede. Want van alle andere opties zul je nooit weten hoe ze aflopen. Die overtuiging heb ik altijd gebruikt in het ondernemerschap. En ook hier weer. En als ik dan toch de balans opmaak en ook mensen vertel wat de waarde van het bedrijf uiteindelijk, nou ja, wat het bedrijf opgeleverd heeft. He, dat is los van de waarde van het bedrijf, laten we dat wel definiëren. Ja, dan kan ik me niet anders dan een zeer bevoorrecht mens voelen. En spijt dus nee, per se niet. Nee. Ruud, ik wil even naar dit boek. Hè, want er komen een aantal uit dat onderzoek een aantal dingen naar voren. En nou, een van de belangrijkste dingen is dat je je voortdurend als ondernemer moet afvragen van, ben ik nog wel de juiste persoon voor het bedrijf? Als jij zo naar de casus van Rob kijkt, ik noem je even casus, ja. Sorry. Heb jij dan het idee dat dat ook de centrale vraag is geweest? Ja, ik denk ook die persoonlijke overwegingen. Je hebt het bedrijf 20, 25 jaar zo geloof ik gehad ongeveer. Ja. En dan kom je ook al op richting een keuzemoment. Je groeit naar een keuzemoment toe. Bij jou was ook de opvolging in de familie niet aanwezig. Dus dat scheelt vaak al. Ik hoor heel vaak dat ondernemers beginnen helemaal niet met het idee om het over te dragen in de familie. Maar dat als er interesse is, vindt men dat toch ook wel stiekem erg leuk. Hè? Dus als dat een optie is, nou, dan kan er een optie bij komen. Was in jouw geval niet zo. Nee. Wat ik erg mooi vond, is dat je uiteindelijk dus tot een andere conclusie bent gekomen dan dat je oorspronkelijk dacht. En dat is ook dat leerproces en dergelijke. Maar wat je ook ziet, is dat jij denk ik heel goed in staat bent geweest om jouw rol aan te passen. Je hebt ook een externe directeur erbij gezocht. Er is een aandeelhouder gekomen. Je bent eigenlijk weer, wat je net vertelde, nog steeds aan het ondernemen. Maar met meer power, achterweer. Ja. Jullie zijn een groeiproces ingegaan. En dat had misschien zonder die aandeelhouder niet gekund, denk ik. Nou, spijker op zijn kop. Vanwege de groei die we autonoom doorgemaakt hebben vanaf 96 tot en met, laten we zeggen, 2015, 16.
de start van dit verkoopproces. Stonden we wel op het punt om te zeggen van ja, hè, slaan we door en gaan we echt Europa in met vestigingen in Duitsland. Wellicht ook Frankrijk, België hadden we al twee bedrijven. Ja, dan is of één bedrijf, twee in Nederland. Ja, dus je stond ook op een keuzemoment. Ja, en dan denk je van ja, maar hoe gaan we dat financieren? Ja. Nou, we hebben altijd een gezonde financiële huishouding gehad. Maar ja, je moet ook kijken naar je investeringsplaatje ten aanzien van je reguliere dagelijkse business. Dan is de overweging, trekken we vreemd kapitaal aan? Dan denk je in eerste instantie aan banken. Daarvan weet je, ja, hè, als de zon schijnt krijg je een pluutje, maar zodra het gaat regenen dan pakken ze hem je weer af. Dat is dan weer een bedrijfsrisico wat je aangaat. En op dat moment zijn ook die gesprekken een beetje tot stand gekomen met BDO. En, ja, en dan stap je een andere wereld in. Een wereld van financiële mogelijkheden, maar met veiligheid. Je moet er wat voor inleveren. En je weet niet wat je er op dat moment voor terugkrijgt. Maar dat weet je pas achteraf. Ja. We gaan zo meteen kijken met Caroline Jansen naar hoe dat zit met die financiële mogelijkheden. Ja. Die waardering van het bedrijf en dat soort zaken. Wat ik wel aardig vind aan jouw verhaal is dat je ook heel duidelijk zegt, je moet keuzes maken, verzamel de kennis, voldoende kennis om die keuzes ook daadwerkelijk te kunnen maken, zodat je er ook goed achter kunt staan. Dat is ook wel weer een aardige die ook weer terugkomt uit dat onderzoek naar familiebedrijven, dat assertiviteit heel belangrijk is, dat het keuzes maken ook heel erg belangrijk is. Ja. Hoe die keuzes in financiële zin tot stand zijn gekomen, daar gaan we het zo meteen over hebben met Caroline Jansen. Ruud, van jou nemen we voor nu even afscheid. Maar ik wou jou nog wel even een vraag stellen over die familiebedrijvenacademie. Want dat is naast deze masterclasses nog een mogelijkheid die BDO aanbiedt aan familiebedrijven. Hoe zit dat in elkaar? Jazeker. Nou, als je het hebt over kennis en ervaring delen, dat kun je in één-op-één trajecten doen. Maar dat kun je ook in andere settings doen. Dat hebben we ook gemerkt. Wij hebben binnen die familiebedrijvenacademie trainingen voor verschillende doelgroepen. Dus de opvolgers, maar ook de leiders, maar ook de overdragers van familiebedrijven. De zogeheten senior gen. En dat laatste, die wil ik wel even benoemen. Want dat is namelijk het traject waarbij we stilstaan met bij alle overwegingen die in die fase van overdragen rol spelen. Financiële planning, rolverandering, identiteit, het loslaten en dergelijke. Verkopen of overdragen binnen de familie. In een groep met gelijkgestemden die ook dezelfde ervaringen, dezelfde fase zitten, zeg maar. Dus dat is een nieuw iets wat we volgend jaar gaan doen. Op bdo.nl/familiebedrijvenacademie kun je daar meer over lezen. Maar waarop dat op zijn manier heeft gedaan, is dit ook een manier om daar eens bij stil te staan bij die vragen die je dan tegenkomt. Oké, dankjewel, ja. Ruud. Gaan wij naar Caroline Jansen. Want we hebben nu besproken wat er gebeurt met die beslissing tot verkoop en hoe dat tot stand komt. Maar ja, alles na die beslissing tot verkoop moet natuurlijk ook begeleid worden, althans als je dat wil. En dat doet onder meer Caroline Jansen. Zij is senior manager BDO Corporate Finance. Een soort makelaarsfunctie eigenlijk. Ze coacht met betrekking tot het kopersveld. Dus ze gaat ook kijken van, nou, wat wil je? Wil je 50%, wil je 100% verkopen? Ze zoekt kopers, ze begeleidt onderhandelingen, ze doet boekenonderzoek of laat dat doen. En ze heeft ruime nationale en internationale ervaring met strategische overnames. En overnames waarbij private equity betrokken is. En ook daar komen we zo meteen nog op terug. Welkom, Caroline. Dankjewel, mooie intro. Ja, jeetje, maar dat is een heleboel wat jij doet. Ik ben echt een procesbegeleider en daarin natuurlijk de onderhandelingen. Maar ik haak op een heleboel subonderdelen toch echt wel adviseurs in. Op juridisch gebied, op fiscaal gebied, HR-gebied. Dat zijn even de meest voorkomende. Ja, en dat is nou, wat is nou het belangrijkste uitgangspunt dat jij in eerste instantie hanteert? Bij, dus als jij erbij betrokken wordt, je komt bij een familiebedrijf. Ja, meestal bij de familiebedrijven, daar is dan al de keuze genomen om extern te gaan verkopen. Eigenlijk het allereerste wat ik probeer te doen is om van de aandeelhouders te horen, veel, wat wil je nou echt? En dat was bij Rob op een gegeven moment ook veel, of bij anderen veel, ja, ik wil graag verkopen. Maar eigenlijk zijn ze misschien helemaal niet per se op zoek naar verkoop, maar zijn ze op zoek naar iemand die de dagelijkse leiding overneemt. En heel vaak is dan, hebben die ondernemers toch nog niet het idee dat er hybride vormen zijn van toch het bedrijf door te rollen zoals Rob heeft gedaan voor een deel.
En op zoek te gaan naar een directeur voor de dagdagelijkse leiding. Maar waarbij ze nog wel een stuk ondernemerschap kwijt kunnen in de verdere uitbouw van het bedrijf. Ja, wat heeft Carolien voor jou echt praktisch gezien betekend? Nou, het allerbelangrijkste wat ik daar aan toegevoegd, dit lijkt wel een soort van BDO-reclame die ik aan het maken ben. Maar het is gewoon feitelijk allemaal wel zo gegaan. Dat is de rust van waaruit Carolien en haar collega's met mij omgegaan zijn in dat proces. Want het is dan weliswaar mijn kind niet, zoals ik net uitgelegd heb. Maar het is iets, daar zit veel emotie in. Het is je bedrijf, het is iets waar je dagelijks mee bezig bent. Het ondernemerschap houdt niet om 5 uur op. Het is niet dat ik dan mijn jasje aan de kapstok hang, mijn slofjes aantrek en ga genieten van een film. Je bent s'avonds aan het rekenen, je bent aan het filosoferen. Tijdens het eten komen de gesprekken op tafel van wat er die dag gebeurd is. In de weekenden, op vakantie enzovoort. Die emotie, die weet BDO feilloos te pakken en daar ook juist mee om te gaan. Er is niets, maar niets geforceerd. Er is niets een kant op geduwd zonder dat ik daar zelf een keuze in heb gemaakt. En dat in een wereld die voor mij vreemd is. Ja, ik vind dat knap. Ik heb daar heel veel baat bij gehad. En dat is de warme kant die ik mee wil geven aan dat begeleiden. En dan daarnaast natuurlijk de kennis van dat proces. Ja. Ik voelde me eigenlijk omringd met zeer capabele mensen om dit proces verder te begeleiden. Ik heb ook het hele rattenplan naar binnen gegooid. Ja, los het maar op. Nee, dat klinkt heel oneerbiedig. Ja, maar we hebben dat inderdaad voor Rob. We hebben Rob echt zeg maar in die zin ontzorgd. En wat heel leuk is aan Rob, wat ook niet alle ondernemers hebben, is dat hij heeft durven investeren in het proces. Want ja, normaal gesproken, als wij een familiebedrijf of een bedrijf begeleiden, dan maken we inderdaad een informatiememorandum, zoeken we samen met de verkoper, kopers en begeleiden we dat proces. Maar we hebben met Rob Rob heeft geïnvesteerd in dat proces. Dus we zeggen veel, we doen ook een vendor due diligence. Dus we kijken vooraf wel heel goed naar de organisatie van hoe zit alles, waar zitten de risico's voor een koper, waar gaan ze problemen inzien of in ervaren. Plus dat we hebben gezegd, het wordt een tweetrapsraket met private equity, maar ook met een directeur, want Rob wilde niet meer directeur zijn. Dus we zijn samen met onze HR-afdeling op zoek gegaan naar een directeur. Wij zijn dan met M&A op zoek gegaan naar de private equity. We hebben met BDO Legal hebben we ook het een en ander voorbereid. En daardoor hebben we voor Rob een heel pakketje geleverd aan de mogelijke kopers. Het voordeel voor Rob was, die heeft dus de investering gedaan in dat vendor due diligence, in het zoeken van die directeur. Maar daardoor hadden we een heel pakket dat we aan die investeerders konden aanbieden. Ja. En voor hun ook een hele hoge mate van zekerheid, omdat er al zoveel dingen geregeld waren. Het is betrouwbaar natuurlijk. Het is voor een koper ook geeft ook betrouwbare informatie. Zeker. Ja, zeker. Dus ik denk dat is wat we voorop hebben gedaan. En, De kracht die uit al die gecombineerde facetten, voor wat mij betreft, vanuit mijn ervaring, de kracht die daaruit voortvloeit, is dat geïnteresseerden, die kunnen met al hun vragen bij één aanspreekpunt terecht. En die hoeven niet en hier terecht en daar terecht. Weet je, alles wat of zelf onderzoek te doen. Nou ja, wat buiten de scope van de initiële deal ligt, bijvoorbeeld het legal aspect, dat ligt hier. En dat stuk moet ook ingevuld worden. Als ik dat uitbesteed aan een andere partij, dan krijg je daar toch weer in de communicatie wellicht wat hiccups, waardoor het proces niet zo vloeiend verloopt. En ik denk dat je als ondernemer, ze zeggen in het Engels wel, don't work hard, work smart. En ondernemerschap, dat moet je in dit soort processen overlaten aan diegenen die daar verstand van hebben. En niet zelf proberen het ei. Nee, want daar verstand van hebben. Jij zei zo net in het gesprek met Ruud al dat je ook wel overvallen werd door een aantal termen en uitgangspunten en dergelijke waar jij niet mee bekend was. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die nu ook kijken of die straks aanhaken via bdo.nl, dat die dat ook hebben van maar jeetje, waar begin ik aan? Ja. Ja, je merkt dat inderdaad dat voor veel familiebedrijven private equity of investeerders nog een beetje in het verdomhoekje zit. We hebben natuurlijk kun je daar dan wat meer over vertellen? We hebben een aantal slechte voorbeelden gehad met HEMA en VVD, met V&D. Dat is alweer wat langer geleden. Inmiddels is die markt enorm volwassen geworden. Er zijn heel veel investeringsmaatschappijen bijgekomen. HEMA speelde vorig jaar toch nog?
Ja, nou ja, V&D was dan echt wel weer wat langer geleden. Ja. Dus die markt is volwassen geworden, die is professioneel geworden. Houden ook het MKB echt in stand. Enorm veel bedrijven en medewerkers via private equity aan het werk zijn. Maar private equity heeft, ja, die hebben andere zeg maar, investeringsideeën dan bijvoorbeeld de strategische koper. Dus wat private equity doet, nou, die kopen dus bij voorkeur een deel van het bedrijf waarbij de ondernemer nog doorrolt of ze vinden zelf een management buy-in kandidaat. En in die horizon, uitzonderingen daar gelaten, hebben ze een horizon van 5 tot 7 jaar. En in die 5 tot 7 jaar willen ze het bedrijf optimaliseren, uitbreiden, laten groeien. En dan komt er een moment dat ze of weer willen verkopen aan een grote strateeg of aan een andere private equity die in een groter segment investeert of een beursgang. En in die 5 tot 7 jaar zijn ze eigenlijk niet op zoek naar dividend. Ze zullen financiering aantrekken om de transactie te doen. In de jaren daarna zal de financiering afgelost worden. En voor hun is het verdienmoment het moment dat ze de onderneming, de grotere onderneming, weer verkopen. Ja, ik kan me voorstellen dat dat gevoelig ligt binnen familiebedrijven. We hadden het net over, het is toch een beetje alsof je de familiejuwelen verkoopt. Ja, het kan gevoelig liggen, dat denk ik ook. Maar ik denk dat daar ook vooral nog een hoop onbekendheid in zitten. Er zijn gewoon echt hele leuke investeringsmaatschappijen die ook samen met die ondernemers en het liefst nog met die kinderen ook nog die stap verder willen maken naar verdere groei. Dus ik zie het ook meer als samenwerking dan als echt een vijandige overname. Nou, om hier toch even op in te haken. De verkoop van je onderneming is geld gemoeid. Dat even populair gezegd, dan zit je daar met een zak duiten voor je neus. En wat nu? Dan ga je beleggen, dan ga je investeren. Nou, dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Ja. Maar de beste investering die ik heb kunnen doen, is die 35% terug in mijn eigen bedrijf. Want als je dan toch moet investeren, investeer dan vooral in datgene wat je begrijpt, wat je kent. En dan heb je feitelijk toch een wat rijker gevoel dan wanneer je op die beurs investeert. Ik heb daar natuurlijk ook mogen investeren. Ik kijk daar niet naar om. Ik geloof het wel. Maar ik ben wel nog steeds iedere dag met mijn eigen bedrijf bezig. En dat is het ook nog steeds. Ja. Ondanks het feit dat het niet nog 100% ik is. Nee, dat is ook wat je net al zei. Maar nu blijkt dus dat mes snijdt aan 2 kanten. Ja, dat is wat ik er eigenlijk mee wil zeggen. Ja, jouw nieuwe CEO die heeft iets aan jouw kennis. En jij hebt weer je aandelen. En ik heb meer rust. Juist. Niet dat ik iedere dag op de golfbaan sta. Ja. Jammer genoeg, maar dit is mijn golfen nog steeds. Dat was het toen ik daar als 100% of directeur groot aandeelhouder zat. Maar dat ben ik nog steeds, ondanks mijn slechts 35%. Onderdeel van dat proces, maar de werkdruk is aanzienlijk anders geworden. Ja. En een mooie belegging. Ja, je houdt ook een groot deel van je kapitaal veilig. Want stel je voor dat je het familiebedrijf verkoopt voor 10 miljoen. Dan zal de private equity die zal zeg maar 5 miljoen lenen. Nou, als je allebei 50% van de aandelen overhoudt, dan moet je dus allebei nog 2,5 miljoen investeren. Dat betekent wel dat de familie in de holding zeg maar 7,5 miljoen heeft veiliggesteld en ze hebben nog de helft van het bedrijf. De komende jaren hoef je niet te verwachten op dividend in ieder geval. Maar de verkoop over 5 tot 7 jaar, dat kan wel weer een behoorlijke opbrengst zijn. Deze rekensom, die zou je eigenlijk nog eens een keer heel rustig moeten herhalen. Maar wat er gebeurt is, je creëert vanwege de financiering die aangetrokken wordt. En dat is juist in die private equity omgeving, zoals ik het ervaren heb. Maakt de deal financieel zeer aantrekkelijk. En als dan uiteindelijk nog overblijft dat je mee mag blijven doen. En dat je daar ook nog een investering bij hebt. Ja, dan heb je eigenlijk, wel de hoofdprijs gewonnen. Ja. Zo ervaar ik dat. Ik wil wel even kijken naar wat u daarvan vindt. Zou u als u aandelen verkoopt betrokken willen blijven als mede-aandeelhouder? Of zou u zeggen, nou, ik doe er gewoon helemaal afstand van. Ik wil niet meer betrokken blijven. Doet u net als Rob en investeert u terug? Of zegt u, nou, ik stap er geheel uit. Wat zie jij vaak dat familiebedrijven toch nog weer aandelen terugkopen? Ja, ik zie dat ze steeds vaker weer herinvesteren dan in Nieuwco. Mm-hmm. En wat wij ook vaak met familiebedrijven doen, is toch een beetje de slogan nooit meer arm. Dus daarmee proberen we echt te zeggen, je kunt je ondernemerschap nog kwijt in de groei van de onderneming. Maar je stelt er wel echt een deel van het familiekapitaal veilig. Ja. Ja, we zien een hoop gebeuren, maar eigenlijk zoals het er nu uitziet lijkt het 50-50 te zijn.
Waarbij ik wel moet zeggen, bij B niet meer betrokken blijven, dat is vaak ook nog onbekend is onbemind. En dus vaak zeggen ze, nee, ik wil er 100% van af. En dan gaan we praten. En dan leggen we de opties uit. Hebben we een keer een gesprek met een investeerder, gewoon op informele basis. En dan later, dan zie je toch wel dat het... Dat de mening omdraait, dat was natuurlijk ook bij Rob. Maar ze zeggen allemaal van ja, als ik niet meer aan de roer kan zitten, dan hoeft het mij niet. Dat was mijn grootste overtuiging. Loondienst is geen optie. En als minderheidsaandeelhouder, zeker als je daar de bedrijfsvoering nog hebt. Hè. Je zit er wel in, maar je hebt niet meer alles te zeggen natuurlijk. Nee, nou ja, dat is even wennen. Laat ik dat ook benadrukken. Het is niet alleen een halleluja. Maar dat proces gaat razendsnel. Want je went heel snel aan de luxe die je krijgt. Met betrekking tot vrije tijd en minder zorg. De zorg verandert. Je hebt een CEO in mijn geval. Dat heb ik bewust gedaan ook, want in loondiensten, dat ben je dan wel, hè? CEO van een bedrijf met een minderheidspercentage. Nou, dat vond ik niet zo'n optie. De CEO, die haalt nu die is bezig. Die staat eigenlijk dagelijks tussen de troepen om het bedrijf voorwaarts te laten gaan. Die zorg heb ik niet meer. Meedenken mag ik. Ideeën, daar wordt ook gebruik van gemaakt. Maar het was wel een moeilijke stap voor mij om te nemen. Mm-hmm. Toch betrokken blijven. Ja. Dus die 37,5% die we daar zien, die begrijp ik. Maar ik, nou kom maar eens praten. Ja, kijk, in jouw geval, jij maakt de keuze vooraf. Maar achteraf zeg je, op basis van de ervaring die je dan hebt, van het is me uiteindelijk wel goed bevallen. Ja. Maar ja, het is natuurlijk een hele keuze om te maken. Ja, maar de argumenten van Caroline en Luc, Augustijn, die sneden hout. Ja. Ik bedoel, je wilt de beste prijs voor je bedrijf. Hè? Want iedereen denkt dat zijn bedrijf natuurlijk ongelooflijk veel waard is. Dat zal ook wel, maar dat weet je pas op het moment dat je een prijs hebt. Ik heb het idee dat de meeste mensen zich nu door jou wel hebben laten inspireren. 62,5% zegt ik wil betrokken blijven. En 37,5% zegt ik wil niet meer betrokken blijven. Ik wil even naar de volgende poll. Meteen maar eventjes. Als ik aandelen in het familiebedrijf verkoop, dan doe ik dat het liefste aan. En Caroline, zou jij even kort nog een toelichting op deze vier mogelijkheden willen geven? Ja, nou, de management buy-in of management buy-out eigenlijk. Buy-in is een externe CEO die een klein deel van het kapitaal krijgt. En management buy-out is eigenlijk het zittende management. Dat kan of in combinatie met private equity. Nou, de family offices, dat zijn vaak kapitaal van welgestelde families of groepen van families. Die hebben vaak een wat langere horizon. Dat geld komt ook uit familiebedrijven. Nou, private equity, dat zijn dan meer de professionele investeerders die horizon hebben van 5 tot 7 jaar. Nou, en de strategische koper die spreekt voor zich. Ja, wat is de meest voorkomende manier van aandelenwaardering? Van verkoop. Ja, we zien eigenlijk alles. Private equity is op dit moment wel heel actief. Private equity en family offices. Ik denk dat de verkoop aan strategische kopers of private equity ongeveer 50-50 is. En management buy-in, buy-out, dat zien we vooral bij de wat kleinere ondernemingen. Zullen we eens kijken wat hier gebeurt. Toch de meeste dus een strategische koper uit mijn markt. Jij knikt, jij snapt dat? Ja, zeker wel, want ook dat is voor mij een overweging geweest. Niet in de laatste plaats, omdat ik in ditzelfde proces, in de volwassenwording van mijn bedrijf, een aantal concurrenten overgenomen heb. En eigenlijk is dat toch wel het eerst waar je naar kijkt. En je hoopt ook dat er zo naar jou gekeken wordt. Maar mijn ervaring leert me dat ga je een strategische koper uit de markt zoeken, dan brengt dat over het algemeen minder op dan wanneer je richting private equity gaat. Private equity ziet jouw bedrijf als een model om nog rijker te worden. Terwijl een strategische koper probeert vaak de positie in de markt te versterken die ze heeft, maar heeft minder cash om ook daadwerkelijk de transactie te financieren. Heb ik proefondervindelijk gezien. Ja, het hangt een beetje vanaf. Als ze meer van hetzelfde zijn, dan zie je dat ze minder bereid zijn te betalen. Als je echt in een niche zit waar de grote strateeg dan weer niet zit en het is echt een strategisch voordeel of ze zijn bang dat de concurrent het koopt, dan kan het weer een voordeel zijn. Ook omdat er synergieën te behalen zijn aan de sales en aan de kostenkant. Ja.
Nou ja, dat is gewoon een proces dat je per ondernemer en per bedrijf bekijkt. Je kunt vaak niet meer aan boord blijven. In ieder geval, dat zien we minder vaak als je aan een strategische koper verkoopt. Dan zou die ook meestal wel 100% willen hebben. Ja, ja. Vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen. Ja. 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 En ga jij nou ook van tevoren dan met de verkopende partij, met het familiebedrijf, bepaal jij dan ook dan al van tevoren waar je naar op zoek gaat? Als ja, de voorbereiding is essentieel in zo'n proces. Want als je uiteindelijk niet goed naar de wens van je klant hebt geluisterd, want die zegt ik wil verkopen, maar eigenlijk wil die geen directeur meer zijn. Dan kom je op een gegeven moment toch op een spoor uit waar je niet wil zijn of waar je dus onsuccesvol bent in je proces. Ja. Ja. Dus we proberen heel veel tijd aan die voorkant te besteden. Ook aan die keukentafel bij die familie. Dat we ook alle belangen van de gezinsleden of de betrokken familieleden hebben gehoord. Maar stel, het familiebedrijf zegt private equity en er meldt zich een strategische koper. Ja, dat past dan waarschijnlijk niet in de strategie, in de persoonlijke, dat zeg ik net ook wel, dat past dan waarschijnlijk niet in de strategische wensen van de familie. Aan de andere kant nemen ze dan toch vaak wel mee om even te horen wat ze te zeggen hebben. En als het bod dusdanig interessant is en overige voorwaarden uit, dan nemen we die natuurlijk mee in het proces. Ja, ja. Ik kan het alleen maar onderstrepen. Ja. Wij hebben, daar maken we geen geheim van, we hebben natuurlijk voorafgaand aan deze masterclass wat voorgesprekken en we praten natuurlijk ook met elkaar over deze materie. Een van de dingen die aan de orde kwam was de roze olifant in de kamer, waardering. Waardering? Ja. Ja. Nou, nee, ja, nee. Roze olifant? Nee, het is grappig, want als je soms zelfs vertelt wat je doet of mensen... Ze vragen, wat is mijn bedrijf waard? En ik denk dat het goed is om dat te benoemen. Maar dat is gewoon in geen enkele mogelijkheid iets over te zeggen in een gesprek. In algemene zin. Nee, daar moet je gewoon echt goed naar kijken. Dat heeft met de markt te maken, met het bedrijf, met de toekomstverwachting, met de groeiverwachting, met toch een stukje historie, een stukje management. Dus er zijn enorm veel factoren die daar een rol spelen. Ja. Ja. Daar even kort op inhaken, als het mag. Ja? Maar management buy-in, buy-out of een strategische koper, dat zijn toch eigenlijk onderhandelingen die vrij statisch zijn. Je hebt één partij tegenover je en dat is het dan wel. En dan kom je uit of niet. Terwijl bij family offices en bij private equity zijn er meerdere partijen die je feitelijk aan tafel zet. En dat weten ze ook van elkaar. Ja. En ik heb het idee dat in mijn geval heeft dat de prijs zeker geen slecht gedaan. Nee. Ja, het is een beetje wat er nu in de huizenmarkt veel gebeurt. Je zegt, teruggaan naar die makelaarsfunctie. Maar eigenlijk sla je daar de spijker op zijn kop. Ja. Maar dus de hele competitie maakt natuurlijk toch dat de prijs opgedreven wordt. Ja, doe er je voordeel mee. En ik zeg wel op voorhand, geld is niet heilig in dit proces. Hè, want je praat over je bedrijf, je familiebedrijf. Dus er zijn andere processen die daarin meegenomen worden. Maar kijk je dan wel weer naar de mogelijkheden die private equity met zich meebrengt? Ja, ik zou het niet anders gedaan willen hebben. Maar dat zeg ik achteraf met meer overtuiging dan ik dat vooraf voelde. Ja. Nou ja, met de overtuiging die je nu hebt en de ervaring die je hebt. Wat voor tips zou je ons mee willen geven? Ja, welke tips? Ik denk dat je als ondernemer primair moet kijken waar je jezelf prettig bij voelt. En dat is het allerbelangrijkste. Doe niet iets wat tegen je gevoel indruist. Maar om te voorkomen dat je niet voldoende goed geïnformeerd bent, hè, dat je beslissingen neemt op basis van je gevoel met gebrek aan kennis, ja, laat je gewoon informeren. Ik heb dat gedaan. Ik heb daar mijn eigen pad in gekozen, vooral eer ik met BDO ook onvoorwaardelijk dat proces ingegaan ben. Maar dat was omdat ik wist wat ik wilde, omdat ik me heb laten informeren. Dus ik heb mijn gevoel kunnen ontwikkelen in dit proces. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Hou je vinger aan de pols. Ja. Als je een rechtszaak hebt en je gooit je bonnetjes en je verhaal in een schoenendoos naar de advocaat, die kan er geen chocola van maken, dat verlies je. Je moet er bovenop zitten. En hiervoor geldt ook, zorg dat je die kennis en die kwaliteit in huis haalt, maar blijf als ondernemer betrokken bij dat hele proces van A tot Z. Dat heeft mij geholpen en heel veel rust gebracht. Ja, het lijkt me ook machtig mooi dat de boel zo in kaart gebracht wordt, dat je ineens ziet hoe je bedrijf precies Ik heb spijt dat ik zelf niet 30 jaar begonnen ben als een Caroline en als een Luc. Ja, we zoeken nog jong talent. Ja, ik ben niet jong meer, Caroline. Dat is spijtig. Nee, maar ik ben ook niet meer op zoek naar een carrière, als ik heel eerlijk ben. Die heb ik achter de rug. Nee, maar het is natuurlijk machtig mooi om dat proces te mogen begeleiden. Ja. Maar blijf als ondernemer bij jezelf.
En dat doe je het beste ook door je goed te laten informeren. En dat kan weer door de beste mensen aan tafel te krijgen. Caroline, tot slot in deze masterclass. Zijn er nou nog zaken masterclass-wise gezien die nog niet aan de orde zijn geweest, maar waarvan je zegt, god, dan moet je toch even nog over hebben? Ja, het wordt een beetje wij van WC Eend adviseren, ja. WC Eend. Maar nee, nee, wat ik denk dat het allerbelangrijkste is gewoon heel vroeg te beginnen. En zo'n proces vanaf het moment dat de knop, vanaf dat je het overweegt, ga een keer kennis maken met een adviseur of een advocaat die in het vakgebied zit. En laat je informeren over het proces. Zorg dan dat de juridische en de fiscale structurering op orde is. Heel belangrijk, Rob is ook op tijd begonnen met zijn administratie uit te besteden en op orde te hebben. Je hebt die schoenendoos overgedragen. Nou, de professionalisering is key. Ja. Als je wilt dat je bedrijf in de etalage staat, maak hem dan mogelijk. En met mooi maken bedoel ik niet aan de voorkant mooi en de achterkant niet deugen. Alle facetten van je onderneming moeten kloppen. En daar ben ik in 2010, 2011 al mee begonnen. Dus niet dat we het daarvoor niet professioneel hadden, maar in die groei vergeet je nog wel eens de puntjes op de i te zetten. Of dat nou de administratie is, marketing of je salesforce of je service en support. En vanaf 2010 ben ik denk ik toch onbewust al begonnen met de voorbereiding richting uiteindelijk een keer een exit. Want je weet dat die eraan komt. Dat is onvermijdelijk. We hebben het eeuwige leven niet en meenemen kun je je bedrijf niet. Dus ja, professionaliseren is... Ja, begin op tijd dus. Ja. 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 Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja, ik moet weer aan die analogie met huizen denken. Als je je huis verkoopt, dan schilder je. En je gaat het helemaal mooi schilderen. Ja. En dan denk je, potverdorie, had ik dat maar eerder gedaan, had ik er zelf ook nog een beetje van genoten. Ja. Dus je kunt eigenlijk ook, als je nog niet bereid bent om je bedrijf te verkopen, je familiebedrijf te verkopen, kun je dit ook al inzetten? Ja, ik denk met name de financiële administratie. En we komen veel familiebedrijven ook tegen. En dan ben je nog verbaasd hoe onprofessioneel het gaat. Dat is een investering die ik altijd zou adviseren. En dat gaat je ook bij de verkoop, maar ook overdracht naar de kinderen zeker helpen. Ja, nou dat sowieso. Ik heb bewust een grote bedrijfspand gebouwd waar ik in 2018 naartoe verhuisd ben. Dat heeft ook bijgedragen in de presentatie van het bedrijf. Dus zorg ook dat je bedrijf er fraai en opgeruimd uitziet. Dat alles een plek heeft. En dan uniformpjes hier en daar kunnen geen kwaad. Allemaal netjes, gelijke werkkleding. Ja, het is je bedrijf. Het gaat ergens om. Ja. En de koper die wil dat zien. Dat moet shinen. En dat helpt. Okay. Dat zit denk ik wel in de ondernemer. Ik denk niet dat ik dat mensen uit hoef te leggen. Ik denk het ook niet. Nee. Nee. Mag ik jullie hartelijk bedanken voor de uitleg voor deze prachtige masterclass. En voor het inzicht dat jullie hebben gegeven in deze processen van een deel of het geheel van je familiebedrijf verkopen. Ik hoop dat u er veel aan gehad heeft, dat u op ideeën gekomen bent en dat u geïnspireerd bent geraakt om vroegtijdig te beginnen als u van plan bent om een deel of het geheel van uw bedrijf te verkopen. Bij deze sluiten we deze masterclass af. Op 16 december zijn we er weer met onder meer het familiestatuut. Daar gaan we het dan over hebben. Dus mocht u dan kunnen aanhaken, dan zie ik u heel graag terug. Deze masterclass is te zien via bdo.nl. Evenals de andere twee masterclasses die we al gehad hebben. Dus zegt u, nou, iemand uit de familie moet dit toch absoluut even gaan bekijken. Dan kunt u ze doorsturen daar naartoe. Of misschien zegt u, ik wil het zelf nog weer een keer bekijken. Ik wens u nog een heel fijne dag en heel graag tot de 16e december. Tot ziens.